Hallo allemaal. Zoals jullie zien zijn we zeer vereerd met de aanwezigheid van mevrouw Bakkers, die op haar nieuwe school ook mevrouw Perizonius Bakkers heet. En zij gaat meedoen met dit filmpje en daar zijn we heel blij mee. Ik ook, ik vind het heel erg leuk. Oké, okay. Nou, dames en heren, welkom. We starten dus met de tweede deel, zoals net gezegd, van Tifalus en Broerkries. En dat is hier in een plaatje. Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het gegaan is, want hij vermoordt haar niet met een pistool. Maar goed, het geeft een beetje aan waar het om gaat. En we waren gebleven bij het laatste stukje Latijn. En er is tussen de twee stukken Latijnen een stuk dat wij moeten lezen in het Nederlands. En dat gaat over de rond Lelaps. Nou, dit verhaal, sommigen van jullie hebben opgemerkt in de lessen, dat is de excuus-metamorfose, zou je kunnen zeggen, want de hond wordt uiteindelijk, net zoals die vos, van steen. Aan de andere kant, het verhaal is niet door Ovidius verzonnen, er hebben ook andere versies, en het verhaal van de hond Lelaps zit er ook wel altijd bij. Wat is het verhaal? Nou, Procris had aan Cephalus twee geschenken gegeven, wanneer zij het goed gemaakt hebben en weer bij elkaar komen, namelijk een lans, een werkspies, waar het eigenlijk het hele verhaal over gaat, en ook een hond. En ineens is er een jachtscène waar een vos achtervolgd wordt door de jagers. En een vos had van de goden de gave gekregen dat zij nooit eigenlijk ingehaald zou worden en nooit gepakt zou worden. De hond Lelaps had ook een gave van de goden gekregen, namelijk dat hij altijd trefzeker zou zijn, altijd dus zijn prooi zou pakken. Dat zijn dus paradoxale gaven. Goden kunnen niet gaven die aan iemand, in dit geval aan twee dieren, hebben gegeven, wegnemen. En dat houdt dus in dat, dat op een bepaald moment de goden, Jupiter in dit geval, ingrijpt en deze twee dieren die zo bijzonder zijn, nou, een nieuwe gave geeft, namelijk zorgt ervoor dat ze van steen worden en op deze manier geen van beide gaat winnen. Het is een mooi verhaal en heeft ook wel vaak geïnspireerd de latere, nou ja, eerst hier wat kunstwerken, maar ook latere verhalen van de hond Lelaps. Goed, en vervolgens pakken we het Latijn opnieuw, want er is een onderbreking in het verhaal. Dat Athenus, dat tot zover sprak hij en zweeg, nou, dat is dus een manier om een spanning op te creëren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit hele verhaal een ontzettende vertraging in verteltempo heeft, want de oorspronkelijke vraag van Focus, die we hier zien weer verschijnen, was: waar komt zo'n bijzonder werfpies vandaan? En Cephalus pakt het van heel ver en er gaat dus een heel lang verhaal opbouwen van zijn liefdesverhaal met zijn vrouw en de goede momenten, de goede tijden, slechte tijden die ze gehad hebben. En er werd echt een soap. En hier pas komen we terug naar dat werkspies. Nou, wat je hier zou meteen kunnen verwachten als vraag is natuurlijk van: wie is deze Focus? Want dat is een achtergrond die je moet kennen. En Focus is de zoon van de koning van Aegina, waar dus Cephalus, die uit Athene gekomen is, langskomt om bondgenootschap te vragen tegen, in de oorlog tegen Creta. We gaan nu echt naar het Latijn kijken. Nou, tot zover. Zover sprak hij. Letterlijk alleen zover. En hij zweeg. Focus uit. En Focus zei: quod crimen est in ipso jaculo, ipso jaculo vormt de hyperbaton, wat is, welke schuld, welke misdaad is er in de spier zelf? Dit verwijst terug natuurlijk naar het begin van het verhaal, waar hij zei van: ik moet hier erg om huilen,
en dat zal ik altijd huilen. Nou, dat betekent dat er iets mis is gegaan. Ille, dat is natuurlijk Kefalus, redde dit, vertelde, zo, ja, crimina, de misdaden, letterlijk, maar eigenlijk is het natuurlijk enkelvoud, mag je het vertalen, dichterlijk meervoud, de schuld van de Verspies. En hij pakt het weer eigenlijk met een vertraging, want hij geeft niet direct antwoord, maar hij gaat weer terug naar het moment dat zij gelukkig met elkaar waren. Gaudia, letterlijk meervoud, mag ik hier enkelvoud vertalen, de vreugde, is het begin, nostri doloris, hyperbaton, van ons verdriet. En dat ons kun je hier wel meervoud laten, want het gaat niet alleen om Kefalus, maar ook om zijn vrouw Procris. En dit is het vocativus. Illa prius referam. Illa verwijst naar Gaudia, dus eerder letterlijk, wat we kunnen ook wel vertalen met eerst. Comparatieven wordt altijd gebruikt wanneer alleen maar twee elementen worden vergeleken. In dit geval Gaudia en Doloris. Maar we kunnen het ook vertalen als superlatives, want het is meer gebruikelijk in het Nederlands. Eerst zal ik vertellen, dit is het futurum, illa, over de vreugde. En hier is een soort vertellerscommentaar van Kefalus zelf over zijn verhaal. Want hij zegt, het doet goed, je wat? Oh, gaat met de vocativus hier, Eaikide, en dat is de zoon van Ajacus. En hier zou je ook best de vraag kunnen krijgen van, hoe heet de vader van Focus? Want dat staat hier in het verhaal. Het doet goed, zoon van Ajacus, terug te denken, in herinnering te brengen, gaat met genitieven, zoals alle werkwoorden van herinneren en vergeten, beati temporis, congrueert met elkaar, van de zalige, van de gelukkige tijd. Waarin, Felix Eran, ik was gelukkig met mijn echtgenote, Rite, zoals het hoort, volgens de rites letterlijk, per primus annos, door de eerste jaar mee. Felix erat illa marito, zij, en je zou het bijna hier kunnen vertalen met en zij, dus het is een copulatief asyndeton, en zij was gelukkig met haar man. Nou, als je zo'n vers ziet, wat twee keer hetzelfde woord naast elkaar staat, denk je meteen, dit zal wel een chiasme ergens zijn. Ja, en dat kun je inderdaad hier zien met Eram A, Felix B, Felix B, Erat A. Maar je zou het ook kunnen zien met conjuge. Je zou het ook wel een chiasme met drie elementen. A, B, C. C, B, A. Illa doet niet mee, want dat is een nominativus, een onderwerp. En heeft hier geen corresponderend element. Stel dat je dat zou willen toevoegen, had je dus een ego daar moeten hebben. Dus het waren gelukkige jaren. Hij was blij met haar en zij met hem. En ditzelfde hebben we eigenlijk al gelezen helemaal aan het begin. Dus als je bij een toets zou krijgen een hele verhaal, nou, dan kun je ook terugzetten, terugverwijzen naar die eerste verse waar hij ook zei dat hij niet was. Ik leek gelukkig te zijn en ik was het ook, want er was een beantwoorde liefde. Mutua cura, onderlinge zorg, zorg voor elkaar en een vriendschap, liefde, had ons beiden letterlijk. Dus dat betekent dat ze verbonden waren door een echte zorg voor elkaar. En hier komt er een tweede en twee elementen, namelijk dat zij, en die zijn conjunctivus. Ja, juist een irrealis. Want zij zal niet liever hebben. Thalamos, de slaapkamer letterlijk. Enkelvoud vertalen, de slaapkamer. En dat is een metonymia voor een huwelijk. Met Jupiter, Jovis. Dat is niet Lovis of iets erop lijkt. Dat is echt een I. En Jovis is genitivus van Jupiter. Dat moet je kennen. Dus zij zou niet liever hebben een huwelijk
met Jupiter, dan liever dan mijn liefde, Neo Amoris. En hier zou je ook kunnen zeggen, dit is een bijvoeglijk bepalen bij Thalamos, dus A, B, een parallel. Nog, Ula Erat, Ula zou je kunnen aanvullen, Femina of Uxor Era. Hè? En niet was er enige vrouw, Kwai, die, dat is identisch Ula, mij is leider voorwerp van Kaper, die mij kon, mij zou kunnen verleiden, hè, grijpen, niet, zelfs niet, als Venus Iep zelf zou komen. Gelijke vlammen, een gelijk vuur, deed onze harten, letterlijk borsten, maar ons harten branden. Nou, je ziet dat is hier Jupiter en Venus worden aangeduid als, nou ja, het toppunt van wat iemand zou willen hebben. En zelfs dan zouden zij niet dus vreemd gaan. Dat betekent ze zijn echt een gelukkig stelletje. Hier krijgen we de Poeta Doctus, die dus een ingewikkelde manier weer vindt om te zeggen dat het 's ochtends vroeg was. Hier vertaling wanneer de zon ongeveer met haar eerste stralen de top bereikte. Het is eigenlijk een ablativus absolutus, sole veriente, hè, terwijl de zon, ja, aanraakte, radis primis, met zijn eerste stralen, bijna vere cacumina, de punten, hè, de toppen van de bergen. Nou, dat is ochtends vroeg, want de top van de berg krijgt eerst licht en dan later komt een licht ook te zien is in de valleien. Ik was gewend, 's ochtends vroeg dus, te gaan hieren, juvenaliter, bijwoord afgeleid van juvenis, dat betekent als een jongeman, vol moed als een jongeman, in Silvas, in de bossen, en dat venatum, nou kijk maar goed, want dat is een zeldzaamheid, dat is een supinum in of supinum actief, en dan vertaal je met om te jagen, hè? En dat gaat vaak samen naar werkwoorden van beweging, heel vaak met ieren. Dus ik was gewend om te gaan jagen, 's ochtends vroeg. Nek, en hier is het tweede werkwoord, soleband, waar ik gewoon, famuli, dinaren, equi, paarden, en canes, honden, dat is dus een tricolon, famuli, equi, canes, ieren, meekom, met mij mee te gaan. En de honden krijgen nog wel een bijvoeglijke bepaling, want ze zijn scherp door hun reukvermogen. Hè? Door hun fijne neuzen wordt hier vertaald. En niet lina nodosa, met knopen gevlochten netten, waar ik gewoon te volgen, mij te volgen. Dus hij ging jagen zonder wat je normaliter meeneemt bij het jagen. Want eram tutus, ik was veilig door mijn werkspies, want hij heeft een werkspies dat niet kan falen. En dus heeft hij verder niets anders nodig. Dit is wel een belangrijk element dat niemand hem vergezeld, want in het verhaal daarna, en wanneer dus, even een spoilertje, maar Procris zegt, hey, hij gaat misschien vreemd. Nou ja, meestal als je vreemd gaat, spreek je af, hè, alleen en niet in gezelschap van allerlei vrienden en metgezellen. Maar goed. Maar Koen gaat hier met indicatives. Wanneer? Dextera is het onderwerp. En dat verleert feit aan Manus. Manus Dextera, mijn rechterhand. Was verzadig van Verinaica, die gaat samen met elkaar van, ja, doden. Hè? Moord is in dit geval, dat spreek je niet van moord bij dieren, maar het doden. Verina is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, maar van wilde dieren kunnen wij niet anders vertalen. We hebben geen bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands. Repeteban. Ik zocht frigus et umbras. Verkoeling
en letterlijk schaduwen, maar schaduw enkelvoud mag je vertalen. En hier komt het kernwoord, Alram, dus dat is het derde element van wat hij zocht. Dus 1, 2, 3. Let op, frigos is frigos, frigoris, dus zijn accusatief is enkelvoud onzijdig. En Alram is het derde element, is eigenlijk het belangrijkste, want straks zullen we zien dat eigenlijk met deze aanduiding, hè, niet met frigos of hundras, maar met deze aanduiding zal hij verder gaan. Dus hij zocht verkoeling, schaduw en het briesje dat, ik zie dat, kwam uit de gelidis valibus, nou letterlijk ijskoude valleien, maar we zouden kunnen vertalen met gewoon koude, frisse valleien. Nou, tot zover ging ik en nu neemt mevrouw Bakkers het over. Goed, dan ga ik beginnen. Dan pak ik het op in regel 811. En dat Aoram wordt inderdaad weer opgepakt. Dat zie je direct aan het begin van de zinnen. Hier hebben we Aura, Aoram, Aura, een mooie anafoor. Het zachte briesje, Aura Lenis, dus weer een mooie hyperbaton. PT Bator werd opgezocht, nihi door mij, medio in Aistu. Weer een hyperbaton, midden in de hitte. Medio is hier dominant gebruikt. Je zegt niet in de middelste hitte, maar midden in de hitte. Aram expectabam. Ik wachtte op het briesje. Requies erat illa labori. Zij, illa, was rust voor mijn zwoegen. Heel veel aandacht voor die aura. En nog meer aandacht voor aura. Want, recorder enim, ik herinner het mij, hij gaat voor haar zingen zelfs. Aura venias. En venias is hier een mooie conjunctivus in de hoofdzin. Dan moet je erover nadenken hoe je hem vertaalt. Hè. Hier is het een aansporing, attertativus. Mogen jij komen, briesje. Mogen jij komen, aura. Cantare solibam. Was ik gewend te zingen. En juves, die conjunctivus gaat door. Mogen jij mij helpen. En intres. Mogen jij aan mijn borst komen, sinus nostros. Hier weer nostros aan onze borst, een mooi poëtisch meervoud. Maar dat is dus gewoon aan mijn borst. Gratissima, zeer gewenste. En nou moet je dus even goed gaan luisteren. Hij zingt aura toe alsof het een persoon is, hè? Personificatie. En alles wat hij tegen haar zegt, kun je eigenlijk een beetje opvatten als ja, op twee manieren. Of van, oh, briefje, koel mij. Of misschien ook wel als een schatje, kom in mijn armen. Want het is al een beetje verklapt, hè. Procris gaat dadelijk denken dat hij vreemd gaat. Mede doordat hij dus zo tegen die bries aan het praten is. Niet mede, gewoon omdat hij zo praat. Oké, terug naar het Latijn. In 815, zoals jij doet, velis, nog steeds die cognitivus attertativus, mogen jij willen verlichten, verlicht alsjeblieft, aistus, de gloed, quibus, waardoor ik brand. Urimur is natuurlijk waardoor wij branden, maar weer dat poëtisch meervoud. Hier houdt hij even op met praten en voegt Kefalos toe in het verhaal van, Forsitan met conjunctivus. Misschien had ik nog toegevoegd, misschien heb ik toegevoegd, blanditia plures. Meer vlijende woorden. Heeft hij nog meer liefkozingen geuit? Sic me mea fata trahebant. Trahebant, zij trokken, mea fata, mijn noodlot trok mij zo naar mijn ondergang eigenlijk. Hè? Want hij maakt het steeds erger. En sim solitus, nog steeds die conjunctivus van dat forsitan. Misschien was ik wel gewend om te zeggen, jij mijn grote genot, jij reficis, jij verkwikt mij en jij koestert mij. En zodra je meerdere voegwoorden ziet, kun je denken aan een polysyndeton natuurlijk.
Jij maakt dat ik de bossen, amem kun je hier toevoegen, dat ik de bossen bemin, oet met conjunctivus, nog een keer oet met amem, dat ik houd van loca sola, van eenzame plaatsen. En wat doet ze nog meer? Meo, ab meo, oren, door mijn mond, captatur, wordt gepakt, spiritus istitus, die adem van jou altijd. En spiritus is natuurlijk ook weer dubbelzinnig voor zowel een ademtocht van een persoon als een bries. Nou, dan gaan we naar de volgende pagina. Vocibus ambiguis. Zij zegt het zelf al, hè? Kefalos, terwijl hij het vertelt, beseft hoe dubbelzinnig het allemaal was. Want aan die dubbelzinnige woorden, praibuit, daar luistert er iemand naar. Hij verleende, staat er letterlijk aan die dubbelzinnige woorden, decaptam aurem, pardon. Een misleid oor. En wie doet dat? Nescioquis. Een mooi en jammer moment. Zomaar iemand. Hij weet niet wie, dat is niet belangrijk voor het verhaal. Hoewel die persoon natuurlijk een heel belangrijke rol gaat spelen. Nou, dat decaptam hoort inhoudelijk natuurlijk bij die persoon. Zoals ook in de vertaling staat. Die persoon werd misleid. Grammaticaal hoort het bij aurem. Dus dan spreken we van een enalagem. Wat doet die persoon? Putat. Hij meent, u hoort de ACL aankomen, dat de naam van aura, van briesje, want hij spreekt steeds aura toe immers, zo dikwijls geuit, vocatum, hoort bij nomen, dat die naam is van een nimf, dat die naam hoort bij een nimf. Hij gelooft dat ik een nimf bemin. Hij gelooft dat ik vreemd ga. En wat doet die dan? Extemplo, meteen altijd gaat hij die temerarius index, die onbezonnen verrader van die verzonnen misdaad, meteen gaat hij naar Procris. Oh-oh. En revert. Hij vertelt lingua susura met fluisterende tong audita, de gehoorde dingen. Dus een gesubstantiveerd participium. Nou krijgen we hier een mooie sententia. Credula res amor est. En dat hebben we eigenlijk bij het eerste deel van het verhaal, waarbij Kefalos denkt dat Procris vreemd gaat, hebben we een soort gelijksintentia gezien, hè, dat geliefden zo snel bang zijn. En hier staat, liefde is een lichtgelovige zaak. Dus niet alleen zijn beminden snel bang, maar liefde is ook nog eens lichtgelovig. Want wat gebeurt er met Procris? Nou, Procris keek je niet. Ze viel neer. Subito doloren door het plotselinge verdriet kon lapsa ineengestort. Een mooi participium. Het congrueert natuurlijk met Procris, vandaar dat het een dame is op de A. Zoals mij wordt verteld, want hij was er zelf niet bij. En refecta, nadat ze weer bijgekomen is, longo tempore, hyperbaton, na lange tijd, dixit, zei ze dat, semisam esse kun je hier aanvullen, dat zij ongelukkig was, dat zij fati iniqui, dat ze van een oneerlijk lot was. En dat is een genitivus qualitatis, die mag je mooier vertalen als dat haar lot oneerlijk was. En ze klaagt defide over mijn trouw en concita opgehitst, weer een mooi participium, crimine vano, door de valse beschuldiging, hè, Kefalos die benadrukt wel heel duidelijk, want het is allemaal niet waar. Hier hadden we immers de criminis ficti, hier hebben we de crimine vano. Opgehitst vreest zij, it mag je toevoegen, dat wat niet is, dat wat niets is. Zij vreest een naam zonder lichaam. Want ze vreest immers aura en aura heeft geen lichaam, want ze is niemand. Nou, hier zien we nog een mooi chiasme. Quod nihil est mag je zien als A, metuit B. En wat meneer Garulli net al zei, hè, zodra je twee woorden achter elkaar ziet die hetzelfde zijn. Chiasme, metuit B en dan een nomen als A. Hier een interpolatie. En zij heeft verdriet, de ongelukkige, zoals over een werkelijk vera bestaande Pylex, een minares.
herhalingen en weinig subtiel voor Ovidius. Dus waarschijnlijk niet van Ovidius zelf. Want hij heeft net met heel veel moeite eromheen gepraat dat het om een minnares gaat. Procris gaat ietsje anders om met de verdenking van overspel dan Kefalos. Kefalos, als je even terugdenkt aan het eerste deel, ging twijfelen en dacht meteen, ik ga testen. Ik ga haar testen tot ze toegeeft dat ze, dat ze vreemd gaat. En Procris, die twijfelt. Toch twijfelt zij Saipe, ze twijfelt vaak. En Sperat, ze hoopt, miserima, mooie superlatives, dat zij bedrogen wordt. Valli, infinitief passief. En Negat, dat gaat met een dativus, zij weigert de aanwijzing haar vertrouwen. Dus zij zegt aan de aanwijzing haar vertrouwen niet toe. En Nisi, viderit ipsa, als zij het niet zelf zal hebben gezien, futurum exactum, dan natura est, non dam natura est, zal zij niet veroordelen, een participium futurum actief, delicta, het vergrijp van haar eigen man. Dus eerst zien, dan geloven. Maar op een andere manier dan Kefalos. Dit is allemaal op één dag. En dan krijgen we de volgende dag. Het daglicht van de volgende aurora. Letterlijk staat er de volgende lichten, postera lumina, van aurora hadden de nacht verdreven. Ofwel, het is weer een volgende dag. En dan krijgen we in één regel, wordt een hele ochtend jagen geperst. Dus een heel erg versneld verteltempo. Ik ga naar buiten en ik ga naar de bossen. En als overwinnaar, jakens mag je hier toevoegen, liggend in het gras. Dus een hele ochtend naar de bossen gaan, jagen tot hij moe is. En dan een mooi plekje zoeken. Zei hij, aura veni, dus zijn normale ritueel pakt hij weer op. Kom, briesje, en verlicht. Medere is een imperatieves presens passief. Verlicht, nostro labori, hyperbaton, mijn inspanning. Maar dan, subito, plotseling, videbar, hij weet het niet zeker. Heen, ik, gemitus nescio quos, een of ander gezucht, intermea verba tussen mijn woorden, tijdens mijn woorden, te hebben gehoord. Audice staat voor audivice, gesyncopeerd. Toch zei ik, kom, zeer voortreffelijke. Toch gaat hij door met het roepen naar die bries. Of was het toch zijn minnares? Nee, hè? Neem het nu over en het geluid, het gezucht wat Kefalos heeft gehoord, daar besteedt hij in het begin geen aandacht aan. Maar dan, fronde levem roersus streptum faciente caduca, een ablativus absolutus, fronde het nomendeel, caduca congrueert daarmee en faciente het congruerende participium. Terwijl vallend gebladerte. Opnieuw een licht lawaai veroorzaakt, maakt. Sum ratus. En dat hebben we nog niet zo vaak gezien, maar dit komt van het deponens reri. En in je woordenboek staat dan reor. En dat betekent menen. Meende ik, esse veram, dat het een wild dier was. En hij is natuurlijk nog helemaal in de jachtmodus, al lag hij net te rusten en riep hij aura. Que verbindt sum ratus met misi. En ik wierp mijn snelle werpspies. En we hebben in het begin al gehoord dat het een heel bijzonder werpspies is. Want waar hij maar naar gegooid wordt, hij treft altijd doel. En dat doet hij deze keer helaas ook. Het was Procris, dus helemaal geen Veram. En Q
We verbind erat met conclamat. Tenens is het participium, letterlijk houdend, maar hier kunnen we misschien ook hebbend vertalen. En medio in pectore, weer dominant vertalen. Midden in haar borst, een wond hebbend of met midden in haar borst een wond, roept zij uit. Wee mij, fox est ubi cognita. Fidai conjugis. Vooraan in het vers, een hele dot nadruk en jambement. Ubi met est cognita, een indicatief perfectum vertaal zodra. Zodra de stem herkend is van mijn trouwe echtgenote, kukuri, rende ik naar de stem, hals over kop en buiten zinnen. En dan. Semi ani mem, als je scandeert, zal dit elideren voor et. In de accusativus enkelvoud. Foidantem, ook accusativus enkelvoud. En hier trahentem, ook accusativus enkelvoud. En die drie participia congrueren met het leidend voorwerp wat niet echt genoemd staat. Eam, haar. En die zijn leidend voorwerp bij invenio. Ik vond haar. En geven aan hoe Procris eraan toe is nu ze getroffen is door die wonderbaarlijke speer. Half dood. En haar kleed, ja, besprenkeld met bloed, vuilmakend. En uit de wond trekkend. Sua, een heel groot hyperbaton. Dona, letterlijk haar eigen geschenken. En we gaan het hier enkelvoud vertalen, want het gaat hier alleen maar om het geschenk van de speer. We weten natuurlijk dat ze ook die hond had gegeven, maar dat verhaal is al afgerond. En ja, het is natuurlijk extra schrijnend dat het een cadeautje van haarzelf is, wat haar nu ombrengt. En vandaar tussen haakjes het vertellerscommentaar als het ware van Kefalus zelf. Ach, ik ongelukkige. We zijn inmiddels de vertaling een beetje kwijt, dus ik ga met een bijzin beginnen. Terwijl zij half dood is en haar kleding besprenkeld met bloed vuil maakt en haar eigen, ach ik ongelukkige, geschenk uit de wond trekt, vind ik haar ook weer en jammerment. Que verbindt invenio met Atollo en corpus is object hier, leidend voorwerp, onzijdig, dus vandaar dat dat kan van groep 3. En het lichaam, carius, congrueert daarmee van carior, maar hier ook in het onzijdig. Dierbaarder voor mij dan het mijne, dan mijn lichaam, til ik op met zachte armen. Que verbindt Atollo met Ligo. En hier zie je, ja, eigenlijk zoals een ablativus absolutus ontstaan is. Je zou dit als een ablativus absolutus kunnen vertalen, dat mag ook. Nadat het kledingstuk van haar borst gescheurd is, verbind ik, ja, letterlijk de woeste, de heftige wonden. Maar je kunt natuurlijk ook dit als een ablativus absolutus zien. En met het kledingstuk gescheurd van haar borst, verbind ik de heftige wond. Kun je ook in het enkelvoud vertalen, want die speer maakt maar één wond. En ik probeer van conari, ook weer een deponens, het bloed te stelpen. Nu hangt af van oro. En nu is et nee. En ik smeek nee deserat, een conjunctivus finalis. Dat zij
mij niet verlaat, niet in de steek laat, door haar dood en scelerator concludeert met mee. Dat zij mij, misdadige, niet in de steek laat door haar dood. En hier zie je door het scelerator dat hij zich niet alleen ellendig voelt, miserum, maar ook verantwoordelijk voor haar dood. Misdadig. Hij heeft tenslotte die speer gegooid. Nou, we zien natuurlijk heel veel kwutjes, dus zeker ook polyzinteton. En ik vrees dat er iets te veel staat. Nou, je zou ook van een tricolon kunnen spreken door Atollo, Ligo en Conor. En deze regel staat dan een beetje apart. Ja, en dan de reactie van de gewonde Procris. Carens, een participium niet hebbend, missend. Illa met een korte a, onderwerp van coegit. Denk eraan cogere, coegit, coactus. Altijd eerst denken aan de betekenis dwingen. Zij, krachten missend, krachten niet hebbend. En als stervend, dwong zich om deze weinige, en je mag woorden aanvullen, te spreken. En we krijgen nu een anafoor van per. De eerste per gaat eigenlijk met foedera, als ik één woord moet uitkiezen. De tweede per met deos. En je ziet dat hier al veel meer bij staat. De derde per gaat met een heel stukje si tot en met benen. En dan de laatste per, die gaat met een heel vers en komt dan uit in de climax amorem. Want de liefde tussen Procris en Cephalus is eigenlijk steeds de oorzaak van al die misverstanden. In het midden staat de persoonsvorm oro, ik smeek, ik bid. En wanneer per daarbij hoort, dan vertalen we bij. Bij, ja, de verbintenissen van ons bed. Bij het verdrag van ons huwelijksbed. En bij de goden. Bid ik smekend. En bij die goden komt nog weer een bepaling. Zowel de goden in de bovenwereld en de goden van mij. En waarom zijn haar goden, want dit zegt Procris, hè, niet die van de bovenwereld? Omdat zij stervende is. Zij gaat naar de onderwereld, dus het zijn de goden van de onderwereld. Bij, als ik iets goeds voor jou, ja, gedaan heb, betekend heb, verdienstelijk ben geweest. En hier hebben we quid, na si, nisi, numene, gaat Ali niet met quizje mee, dus iets. En bij de liefde, die blijft ook nu wanneer ik sterf. De oorzaak voor mij, staat er letterlijk, van de dood, de oorzaak van mijn dood. En omdat ze zo van Cephalus hield, wilde ze weten, heeft hij misschien een minnares? En ging ze op onderzoek uit, verstopte zich in de bosjes en werd daardoor getroffen. Hier krijgen we weer nee. Dat verbind je met patiare, is eigenlijk patiaris. Tweede persoon, enkelvoud, passief, conjunctivus praesens. Een conjunctivus finalis die afhangt van dit oro. Ja, het is een lange, ingewikkelde zin. Dus, bij al die dingen smeek ik dat jij niet toestaat, toelaat, duldt, en nu krijgen we een ACI, dat aura introuwt in ons huwelijk. En wat bedoelt ze daarmee? Als ik straks dood ben, dan hoop ik dat je niet met aura gaat trouwen. Want zij denkt nog steeds dat dat de minnares is.
van Kegelus. Zo sprak zij en op dat moment krijgt haar man door wat het misverstand is. En et sensi et docui. En ik merkte zowel als legde uit, staat er. Toen pas, toen tenslotte, dat er een misverstand van de naam was. Maar wat hielp het? Dan staat er letterlijk om het uitgelegd te hebben. En in de aantekening stond dat je dit als Pruisisch moet vertalen, maar volgens mij kun je het ook best uitgelegd te hebben. En is het bijna een soort versnelling, want hij heeft het dus al uitgelegd. Dit is natuurlijk een retorische vraag. Wat hielp het om dat uit te leggen? Antwoord zou je denken, niets. Maar let op, we gaan merken aan het eind dat het misschien toch een positief effect heeft gehad. Vitur, zij glijdt weg. En parvai vires, denk erom, het zijn altijd krachten, hè? En haar weinige krachten vluchten met het bloed. En zolang, gaan we hier vertalen, niet terwijl, maar zolang. Zolang als zij iets kan zien, kijkt ze naar mij. En zij ademt uit, staat hier. Haar ongelukkige adem, levensadem, ziel, naar mij en in mijn mond. En dat klinkt misschien bij ons een beetje apart, maar het was heel belangrijk als iemand stierf, dat de dierbaren daarbij waren en de laatste adem konden opvangen. Dus dat is Kephalus en Procris in ieder geval gegund. Maar, videtur, denk eraan, weer schijnen. Zij schijnt met een beter gezicht, met een betere gelaatsuitdrukking, veilig of onbezorgd te sterven. En hier zie je dat die retorische vraag, ik heb het uitgelegd, maar ja, het helpt niks, want ze gaat toch dood, heeft wel als gevolg dat ze veel rustiger sterft en zich realiseert, mijn man is wel degelijk trouw geweest aan mij. Maar met een betere gelaatsuitdrukking schijnt zij onbezorgd te sterven. En dan sluit Ovidius met deze versregel het verhaal van Kephalus af. De held memoreerde, de held vertelde, haik, deze dingen, huilend, participium. Flentibus is een dativus aan degenen die huilen. En die mensen die huilen, dat zijn de toehoorders, Focus en zijn andere makkers, gezelschap. En vandaar dat er hier wat vrij wordt vertaald. Terwijl men huilde, vertelde de held ook weer huilend deze dingen. En daarmee sluiten we het verhaal af, wat het Latijn betreft. Hier zie je nog wat mooie afbeeldingen die te maken hebben met wat we in het Latijn hebben gelezen. En als ik dat probeer een beetje chronologisch te vertellen, zie je hier linksonder een godin, mooie gestalte, dunne kleding op een wolk. Je ziet achter haar een gloed en dit is dus Aurora. En de cupidootjes met brandende fakkel vliegen door de lucht, want Aurora wil Kephalus verleiden. Wij weten al dat het niet gaat lukken, maar dat er wel andere ellende uit voortkomt. Namelijk dat hij zijn vrouw van ontrouw verdenkt en zich vermomt om haar op die manier ook te betrappen op ontrouw. Procris vindt dat zo erg dat ze wegvlucht en met Diana
samen in de bossen gaat jagen. En als ze het dan weer goed maken, dan komt Procris terug bij Kefalus en heeft ze Suadona, de cadeautjes mee, de jachthond Lelaps en de bijzondere werpspies. En de andere platen geven allemaal weer dat Procris hier getroffen is door die bijzondere werpspies. Kefalus die merkt dat, die ziet dat. Hier kijken ze elkaar toch wel, heb ik het idee, liefdevol aan. Je ziet hier ook misschien, ja, ik weet niet of dit een amortje is of misschien toch wat anders. Ja, ik denk het wel, met vleugels en een boog in zijn hand. Hier is ze echt gestorven en treurt Kefalus om haar. Maar als we dit verbinden met de laatste scène die we gelezen hebben, dan sterft ze toch in de wetenschap dat hun liefde onverbrekelijk is geweest. By my lover, by my friend, you have been the one, you have been the one for